tof. Dag Michael, wat vond je vandaag van de wedstrijd? Ja, zal ik beginnen? Okay. Ik vond het eerste kwartier al ging heel goed. Direct 2-0 voor. Die mannen scoren ook al binnen het kwartier door de 2-1. Dus dat werd het wel terug oppassen voor ons. Want we moeten natuurlijk ook niet met een 2-0 te overmoedig worden. We doen al het opletten in de hele match. We hebben het nu al goed gecontroleerd, denk ik. En het derde goal van Jimmy heeft de match wel beslist. Dus ik denk wel dat we verdiend zijn gewonnen. Michael? Dat ben ik volledig mee akkoord. Dus het feit dat het rode kaart voor die mannen, dat speelt ook mee in ons voordeel natuurlijk. Hier hebben we een meer, dus we proberen nog meer voetballen. We hebben nog een aantal kansen gecreëerd eigenlijk. En we stellen niet altijd hier gemakkelijk 5-1 kunnen gaan. Ja, we winnen, dat is het belangrijkste. Vonden jullie Jimmy een terechte speler van de week? Ja, hij is, als aanvaller heeft hem 2 rollen gemaakt, dus hij heeft zijn werk gedaan vandaag. Dus, ik vond ook zeker terecht, uiteindelijk stond er voor zijn goal, maar ik wil toch ook even zeggen, ik vond de Wim en de Michael ook heel sterk. Ja, dat wou ik ook vragen. Wie, wie zou er volgens jullie wel speler van de week moeten zijn geworden als Jimmy niet zou geweest zijn? Basis van eerste misschien kun jij Michael zeggen, nee, Wim denk ik. Ik zeg Michael. Nee, ik vond alle drie heel sterk vandaag, echt waar. De Wim vond ik de eerste. Eén puntje verschil, dus zo. Voilà, dus dat maakt het ook wel duidelijk dat het mini was, maar ik vond de Wim en hem vooral in de tweede helft. De Wim vooral in de eerste helft heel, heel sterk, echt waar. Ja, ik zal een vraag stellen. Het is moeilijk dat je het niet kan zeggen. Ik moet dat zeggen, maar de supporters kiezen. Uiteindelijk, ze hebben een beter beeld op de wedstrijd, denk ik, dan wij zelf. Dus ik denk, Jimmy is wel terecht. Vind jij eigenlijk Christophe ook een kaartenaaier? Ja, dat is eigenlijk als we met Christophe een interview doen, komt daar altijd aan bod. Het is wel keer op keer bewezen eigenlijk. Maar die speler dat rood kreeg, Tano denk ik, want we kennen hem ook, we hebben hem ook eens geïnterviewd. De speler dat rood heeft gekregen van But. Ja. Was een van die twee gele kaarten niet van u? Allee, dat jij, die heeft aangenaaid. Er is iemand geel gekregen voor natrappen, maar ik denk dat de linksmidden was. Ah ja, dat is waar. Ik denk dat de linksmidden keer de win. Ja. Uw pronostiek vorige week voor Anderlecht Standaard. Ja. Dat was hoeveel? 2-2? Ja. Ik zat er serieus in vast. Oké, nou, de deur gaat toch open, dus bedankt Christophe en Michael voor het interview. Graag gedaan.